Vandaag ga ik jullie van alles vertellen over het werk aan de dubbele launch. Dus wil je daar meer over weten, dan blijf zeker kijken. Nou, zoals ik al zei, we gaan vandaag aan de gang met werk aan de dubbele launch. Je ziet dat Jouke in zoverre al klaar staat. Hij heeft een hoofdstel om. Ik werk natuurlijk met Bit en dus ook aan de dubbele launch met een bitje. En hij heeft een singeltje om. Ik doe heel bewust geen dekje onder het singeltje. Ik zie dat heel veel mensen wel doen. Een dekje is eigenlijk bedoeld om je zadel te beschermen tegen het huidvet van je paard. Dus het leer wil je graag beschermen. Maar als je geen leren singel hebt, zoals ik, maar een nylon singel, ja, die kan gewoon in de wasmachine. Dus die hoef je niet te beschermen. En het nadeel van zo'n dekje is, omdat er eigenlijk aan de achterkant best wel een lange flap dan zit, is dat je lijnen achter het dekje terecht kunnen komen en dus vastzitten. En dat is gewoon heel onhandig. Dus vandaar dat ik ervoor kies om altijd zonder dekje onder mijn singel te longeren. Nou ja, je ziet dat ik hem nog niet vastgemaakt heb. Ik ga jullie even uitleggen hoe dat ik de lijnen vastmaak. En ik werk altijd met een directe en een indirecte lijn. Mijn indirecte lijn, dat betekent dat de lijn door het bit heen gaat naar de singel toe. Ik maak ze altijd relatief laag vast. Want ik wil mijn paard dan helemaal mijn vries wat lager instellen. Dus hem eigenlijk uitnodigen om wat naar beneden te bewegen. Als ik ze dan hier vast ga maken, dan zet ik hem eigenlijk vanzelfsprekend al wat hoger gesteld. Dus ik kies bij dit paard er bewust voor om laag te stellen. Soms kies ik er inderdaad voor bij een paard waar ik al even mee gewerkt heb, die al lang en laag gelopen heeft, om die wel wat hoger in te stellen als ik hem graag een beetje meer wil kunnen oprichten. De andere lijn die gaat over de rug heen. Ook door deze onderste singels op dezelfde hoogte. En die gaat direct aan het bit. Dit is dus een directe lijn. Deze lijn loopt van het bit direct door de ring heen, door de singel heen, naar mijn hand toe zo dadelijk. Terwijl deze lijn dus een indirecte lijn is, omdat ik eigenlijk hem vast heb aan de singel en niet zozeer aan het bit. Waarom doe ik dat nou? Nou, ik zie ook, ik moet even aansingelen nog. Dus dat doen we ook meteen even. Waarom kies ik nou voor het verschil tussen de indirecte en de directe lijn? Nou, in de dressuur willen we ons paard natuurlijk op de buitenhand hebben. En helemaal omdat we bij de longeren eigenlijk continu op de volte werken, is het belangrijk om ons paard goed aan je buitenhand te kunnen maken. Maar veel mensen doen gewoon te veel met de binnenhand. En op het moment dat je bij deze setting te veel met je binnenhand doet, dan trek je dus eigenlijk het hoofd naar binnen toe. Enerzijds is dat dus wel fijn dat je een klein beetje de lengtebuiging kan vragen hiermee. Maar anderzijds word je dus direct afgestraft als jij te veel met je binnenhand doet en je buitenhand loslaat. Want wat doet hij dan? Dan doet hij zijn hoofd dus opzij en dan loopt hij over die schouder weg. Dus sowieso als ik mensen leer om te longeren, werk ik altijd met die indirecte lijn. Zodat ze dus eigenlijk direct zien ook dat ze te veel met hun binnenhand doen. En de meeste mensen doen ook te veel met hun binnenhand. Wat ik wel nog wil zeggen, ik ga jullie vandaag van alles uitleggen over het werk aan de dubbele launch. Maar het is wel een techniek die toch wat vaardigheid eist. Dus ik adviseer je, als je hiermee aan de gang wil gaan, om dit toch zeker één keer onder begeleiding te doen van een professional. Zodat je gewoon even wat hulp hebt, dat je even, als het niet vanzelf gaat, wat begeleiding krijgt van iemand die echt goed weet waar hij mee bezig is. En dat kan ik zelf zijn natuurlijk, want je kan mij altijd boeken voor les. Maar dat mag ook best iemand anders zijn, want ja, als ik voor één iemand naar Friesland moet komen, dan snap ik dat dat ook voor jullie niet te betalen is in de meeste gevallen. Maar ook daar zijn kundige mensen die je hiermee kunnen helpen. Maar ga er niet zelf als eerste mee rommelen. Want en helemaal als je een jong paard hebt, ja, de kans dat het misgaat is best ook aanwezig natuurlijk. Dus met begeleiding en zie deze video meer als een naslagwerk en extra informatie en extra kennis. Even de disclaimer. Nou, wat doen we? Je ziet dat ik die lijn gewoon ook op de grond durf te laten liggen. Ja, Jouke is natuurlijk super braaf. Maar eigenlijk is dit wel iets wat ik heel veel paarden natuurlijk in eerdere video's al heb geleerd. Dus als ik met een jong paard hier aan mee aan de gang ga, ben ik al eerst bezig geweest met lijnen over zijn rug gooien, lijnen langs zijn benen laten glijden, et cetera. Zodat hij dit dus ook allemaal niet meer spannend vindt. Want als je paard dit nog allemaal spannend vindt en je laat die lijnen een keer vallen en hij staat erin, ja, dan is dat gewoon heel vervelend. De lijn die ik heb, je ziet eigenlijk al dat dat een dubbele lijn is. Dus hij zit aan het uiteinde helemaal aan elkaar vast. Dat is prettig. Maar het is ook wel heel fijn als ze los zijn. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Het grootste verschil is als je hierin gaat staan. Dus als je ze op de grond laat vallen, je paard vliegt er vandoor en je gaat erin staan, dan word je onderuit getrokken. Dus als je met een jong onstuimig paard werkt, adviseer ik je om liever met twee losse lijnen te werken dan dat je een vaste lijn hebt.
Maar als je gewoon met een braaf, makkelijk paard, dan is het wel fijn dat het een lus is. En wat je ziet is dat deze relatief gezien niet zo heel lang zijn. Longeerlijnen zijn vaak langer. En dit is dus ook echt een speciale teugel, zeg maar, speciale lijn voor het werk aan de dubbele longe aan de lange teugel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb deze via via gekocht. Dus ik weet niet waar die eigenlijk origineel vandaan komt. Ze zijn er wel, maar niet zo heel veel te kopen in Nederland. Maar ik kan altijd gewoon eens zoeken mocht je zoiets willen. Wat hier ook nog bijzonder aan is, is dat dit dus touw is. En dit is webband. Dus voor mij is dit wat fijner vast te houden. Maar deze rolt makkelijker door de ringen heen. En het voordeel daarvan is dat als ik loslaat, dat je ook ziet dat de lijn ook meteen loslaat en niet blijft hangen. En bij dit soort bredere band is die release, dus die snelheid waarmee die reageert eigenlijk op wat ik doe, is wat trager. En voor een goed beloningsmoment, om je paard goed duidelijk te maken dat hij het goed doet, is die snelheid natuurlijk heel belangrijk. Dat je dus echt snel kan reageren eigenlijk met je beloning door los te laten. Dus daarom is het wel fijn als je gaat dubbele longe of lange teugelwerk gaat doen, om daar dus een lijn voor te kiezen waar je een deel touw hebt en een deel webband. Ik gebruik bij het longeren met een dubbele longeerlijn eigenlijk altijd een longeerzweep, dus met een lange slag, omdat ik met deze zweep bij mijn paard kan. En dat is wel heel belangrijk dat ik bij mijn paard kan, want anders kan ik hem er ook geen hulp mee geven. Het heeft eigenlijk weinig zin om een zweep te pakken en je paard zo ver bij je vandaan te zetten dat je met de zweep er niet meer bij kan, want dan kan je dus die zweep ook helemaal niet meer gebruiken. En mensen gebruiken hem vaak als dreiging om heel erg te gaan slaan. Maar je ziet dat mijn paard enorm onder de indruk is van de dreiging van mijn zweep. Of niet. Want dat heb ik hem ook geleerd. Ik wil namelijk niet dat mijn paard zich bedreigd voelt door de zweep. Want het is niet de bedoeling om mijn paard af te slaan. Die zweep is bedoeld om mijn paard duidelijk te maken wat ik van hem wil. Dus of ik wil dat hij iets harder gaat lopen, net zoals mijn been. Hij moet ook niet bang zijn voor mijn been. Hij moet leren reageren op mijn been. En ik gebruik deze zweep dus ook op een gegeven moment om bijvoorbeeld zijwaarts te zetten. Door hem opzij te gebruiken, zodat hij een stapje opzij gaat. Als mijn paard angst heeft voor de zweep, kan ik hem dus niet goed gebruiken. Omdat hij dan dus wegschiet. Dan gaat hij vluchten. En ik wil niet dat hij vlucht, ik wil dat hij reageert. Dus heel belangrijk, een paard die bang is voor de zweep, ga dan eerst werken aan zweepangst. Ik heb daar eerder ook een video over gemaakt. Dus als je een paard hebt die zwepen spannend vindt, kijk dan even die video. En ga daar dus eerst even mee aan de gang voordat je gaat werken in het longeren met een zweep. Want ja, een paard dat alleen maar vlucht, dan heb je niks in je zweep. Dus op het moment dat we dus gaan longeren, kan bij jou ook. Dan gaat ons paard natuurlijk de volte op. Als het goed is, heb je paard al lang geleerd om bij jou vandaan te stappen. En het voordeel van dus de dubbele longe is dat je je paard eventueel ook met de buitenteugel bij je vandaan kan sturen. En wat is nou belangrijk? Op het moment dat we gaan werken aan de dubbele longe, is onze eigen lichaamshouding ook. Ik zie te veel mensen die hun handen naar beneden drukken en zo staan te longeren. Of bijvoorbeeld die eigenlijk een paard hebben dat naar binnen valt en op een gegeven moment helemaal zo staan. Zo en zo. En nou, dat is allemaal heel onhandig natuurlijk. Dus enerzijds moet je paard goed voorwaarts bij je vandaan lopen. En anderzijds hou jij gewoon je ellebogen bij je lijf en je handen rechtop. Dus gewoon alsof je op je paard zit, zorg dat je een meegaande hand hebt die mee naar voren beweegt. En ja, zorg dus voor een contactlijn. Dus het is belangrijk dat ik op beide lijnen contact heb. Dus je ziet dat beide lijnen, we zijn nu natuurlijk pas net aan het stappen, maar dat hij gewoon naar mijn hand toe loopt en naar voren beweegt. Voor de mensen die hier al eerder mee gewerkt hebben, er zijn verschillende visies over waar je de buitenlijn laat. Ik heb hem zoals je hier ziet over de rug heen liggen. Er zijn ook heel veel mensen die leggen hem achter de billen langs. Achter de benen, onder de billen langs. Ik kies er heel bewust voor om hem bovenlangs te leggen, want hier ligt de lijn rustiger. Kijk, die achterbenen die bewegen. Ik zal het laten zien hoe dat eruit ziet ook. Op het moment dat ik de lijn achter de billen langs leg, dan krijgt mijn paard eigenlijk, als ik mijn lijn op contact heb, iedere keer een rukje in zijn mond. En wat je eigenlijk meteen ook al ziet, is dat Jouke dus iets meer naar buiten gaat bewegen met zijn hoofd. Omdat hij dus eigenlijk aan zijn eigen mond trekt. Je ziet ook dat Jouke meteen verstoord raakt in zijn aanleuning. Kom maar, stappen. En dat komt dus omdat zijn eigen achterbeen aan die lijn trekt. Kijk, en als ik nou een paard heb die enorm met die achterhand uitzwaait, dan kan het wel zijn dat ik het gebruik om een paard zijn achterhand erbij te houden. Waarbij een paard wat eigenlijk alles gewoon braaf doet, dus zijn lichaam relatief goed gebruikt. Oh. Vind ik het dus niet eerlijk om de lijn achterlangs te leggen. Omdat het gewoon voor je paard minder fijn is.
Dus bovenlangs ligt die lijn gewoon rustiger. En je zal zien dat jouw keel dan eigenlijk meteen weer beter ontspant en beter in de lengtebuiging naar binnen toe loopt. Omdat er dus niet meer aan zijn mond getrokken wordt door zijn eigen achterbeen. Kom. Dus je ziet een betere lengtebuiging weer komen. En je ziet dat hij ook weer mooier zakt en mooier in de aanleuning komt. Dus dat is de reden dat ik hem bovenlangs leg. Wat is nou belangrijk? Nou, zoals ik al zei, dus de teugelvoering is hierbij heel belangrijk. Zorg dat je beide teugels op contact hebt. Maar zoals je misschien wel kan zien, is mijn binnenteugel eigenlijk net even iets losser dan mijn buitenteugel. Die binnenteugel is er alleen maar om mijn paard recht te houden. Dus als hij naar buiten toe wil bewegen, dat ik hem weer kan zeggen van nee, gewoon recht vooruit. Want we zitten continu hier op de volte. Dus die binnenlijn mag iets zachter zijn dan de buitenlijn. Want ik wil graag dat hij ook in die volte toch op die buitenschouder blijft bewegen en niet op zijn binnenschouder gaat vallen. En dat is ook waar we dressuurmatig voor longeren, zodat we wat meer controle hebben over de beweging van ons paard. Om hem goed in die lijn te houden is het ook belangrijk dat je hem voorwaarts houdt. Dus je ziet dat ik regelmatig even tegen jou zeg van kom met mijn zweep op, blijven bewegen. Hij moet goed zijn achterhand erbij houden en goed naar voren naar die hand toe bewegen. En ik heb een hand die ze in principe naar voren mee beweegt. En die hem de gelegenheid geeft om ook die kant op te gaan bewegen. Dus een voorwaartse hand, een voorwaarts paard. Zelf stap ik in een klein rondje continu naar voren toe. Op het moment dat je voelt dat je naar achter geduwd wordt door je paard, dan valt hij dus naar binnen toe. Ik kan even kijken of ik het een beetje kan laten zien met Jouke. Die loopt natuurlijk zo braaf zijn rondjes. Maar wat ik heel vaak zie gebeuren, je ziet meteen dat hij denkt, hé, je rommelt, vind ik niet fijn. Is dat mensen door een paard naar achter geduwd worden, dat ze continu eigenlijk zo lopen. En dat hun paard dus naar binnen valt. Dan weet je dus als je achteruit loopt, dan valt je paard dus op zijn binnenschouder. Dus op het moment dat je dat voelt, zorg dat je paard dus aan die buitenhand komt. En dat je hem naar je hand toe duwt, naar voren toe, voorwaarts. Want ook een paard wat te traag is, duwt je naar binnen toe. Dus check jezelf. Zolang jij naar voren kan stappen, loopt jouw paard eigenlijk ook goed. Op het moment dat jij naar achteren geduwd wordt, loopt je paard niet meer goed. Het is een mooi checklistje om te kijken van, goh, zijn we een beetje aardig bezig. Nou, jullie denken vast, hij heeft echt nog geen rondje gedraafd. Nee, dat klopt. Dan gaan we de volgende video doen. Anders wordt deze video gewoon veel te lang. Dus in deze video heb ik jullie uitgelegd wat je eigen positie is, hoe je lijnen vasthoudt en hoe je dus eigenlijk start met het werk aan de dubbele lunge. En wil je dus meer weten, dan abonneer op dit kanaal. Want er komt dus nog een tweede video waar ik nog veel meer hierover ga uitleggen. En als je dit een toffe video vond, vergeet dan niet door even een duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Lekkere cookies! Ik weet nog meer, hè?